Bestaat dit ook al in Nederland? Een paar weken geleden ontdekte ik dat vocal fry, kraken met je stem, dat dat ook in Nederland is doorgebroken. Dat het ook voorkomt bij jonge Nederlandse vlogsters zoals Teske de Schipper. 2,5 uur rijden en dan zijn we op locatie. Daar maakte ik toen een video over. Daar heb ik heel veel reacties op gekregen en ik wilde daar nog even op terugkomen. In de eerste plaats was ik vergeten te vertellen waarom vocal fry eigenlijk vocal fry heet. Het is vocaal braden. Waarom? Ja, het is eigenlijk ook heel simpel. Het klinkt zoals het braden van spek in een pan. Maar in de tweede plaats kwam vlak nadat ik mijn video online had gezet, een paar dagen daarna, Paulien Cornelissen op de tv en die vertelde over vocal fry in Nederland. Het was haar dus kennelijk ook opgevallen en ze gaf daar dit voorbeeld van. Volgens mij wordt het de warmste dag ooit. Ja. Dus het is gewoon echt niet normaal. Nee, nou wel lekker. Platte schoenen, korte broek, wijd t-shirt en gewoon lekker stand. Het is dus in ieder geval niet meer een geïsoleerd geval. Het valt andere mensen kennelijk ook op. Het moet dus wel iets echt zijn. Overigens gaf Paulien Cornelissen ook nog dit voorbeeld. Nou, die hebben tot op heden. Yvette McCain heeft een nogal vernederende rol gespeeld natuurlijk. En dat is misschien niet helemaal een goed voorbeeld. Dit is Maarten van Rossum. Die is een oude man. En als je oud bent, dan gaat je stem vanzelf soms af en toe een beetje kraken. Dat is, denk ik, bij hem meer ouderdom. Maar het interessantste van alles, vond ik, dat blijkt dat ook in Vlaanderen het gebeurt. En eigenlijk bij eenzelfde soort populatie. Bijvoorbeeld bij deze jonge Vlaamse Instagram-heldin Joyce Anna Tielemans. Bruisend, gezellig in mijn thuis. Vier woorden, sorry. Omdat je zowel de kathedraal als de boerentoren ziet, kijk maar. Als mijn vrienden allemaal bij mij zijn. Ze wordt zelfs geïmiteerd met haar vocal fry. En waarom is dat nou zo interessant? Het is interessant omdat het heel zelden voorkomt dat iets tegelijkertijd in Nederland en in Vlaanderen gebeurt. Maar in dit geval is het dus kennelijk een internationale beweging. Misschien omdat we allemaal kijken naar Amerika, letten op Amerika en daar onze voorbeelden vandaan halen. Bovendien geldt, vocal fry is natuurlijk, ja, is het nou echt een taalverandering? Het is een verandering in je stemgebruik. Het is wel iets dat je doet wanneer je praat, maar het verandert niet iets aan een klinker of aan een medeklinker of aan een woord. Het verandert niet iets aan, zou je kunnen zeggen, de kern van de taal, maar vooral aan je taalgebruik. En misschien is dat ook wel de reden waarom het zich zo makkelijk over de hele wereld kan verspreiden.